Het is een ingewikkelde tijd voor heel veel mensen, maar zeker ook voor jonge mensen. En dan heb ik het over jongeren zo tussen de 15 en 25, die hun leven aan het opbouwen zijn. Denk je nog maar eens in, misschien is het nog maar kort geleden voor je of al wat langer, hoe het was om te realiseren dat je een opleiding ging kiezen, een vervolgopleiding, een werk uitzicht wilde hebben, een idee over een carrière of juist helemaal geen idee had. Dat je bij je ouders vandaan ging vertrekken, op kamers wil gaan wonen of gaan samenwonen. Het is een hele intense tijd van volwassenwording, zoals we dat noemen. Uit onderzoek blijkt ook dat de hersenen op 25-jarige leeftijd nog niet eens helemaal volwassen en uitgeëvolueerd zijn. En eigenlijk weten we nog veel te weinig van onze hersenen, maar dat is voor een volgende opname. Wat belangrijk is in wat ik jullie vandaag wil vertellen, is nagaan hoe het is, wat een onzekere tijd dat is om jong te zijn, om al die keuzes zelf te maken. En één ding is zeker, je wil het anders doen dan je het gewend was en dan je ouders je voor ogen stellen, hoe goed vriendschappelijk je ook met je ouders omgaat. Uit mijn onderzoek blijkt dat familie heel hoog scoort in vertrouwenspersonen, in mensen waar je mee je problemen deelt. Zeker doen veel jonge mensen dat tegenwoordig met hun ouders, vooral omdat de verhouding onderling veel minder hiërarchisch is. Wat we wel zien is natuurlijk dat jonge mensen nog steeds zich los gaan maken van hun ouders. Anders kun je niet volwassen worden en zelfstandig. Dus dat is het proces wat gaande is. En met wie ze dan het meest delen is met hun leeftijdgenoten, hun peers noemen we dat ook. En juist nu in deze tijd zie je dat jongeren veel meer teruggeworpen worden op die oude structuren. Want als je op kamers woonde net en aan het studeren was, zie je dat iedereen online colleges volgt en ook online veel tentamens moet maken. En dat mensen dan dat misschien het liefst zelfs thuis doen, omdat daar het internet beter is, omdat er dan ook nog wat dingen voor je geregeld worden. En omdat veel jongeren uit jouw eigen omgeving ook weer terug naar huis gaan, omdat er in de studentenstad zelf veel minder te doen is bijvoorbeeld, omdat ook alle sociale activiteiten niet mogen doorgaan. Dan word je dus veel meer teruggeworpen op jezelf en op het bedenken wie jij nu echt bent. En dat zonder die leeftijdsgenoten, dat kan eigenlijk alleen maar digitaal. En natuurlijk zeggen we, die jonge mensen zijn gewend aan die digitale wereld. Ze leggen ons uit hoe we goed onderwijs moeten geven en welke site we moeten gebruiken om goede filmpjes te downloaden en op te uploaden. En ze zijn daar super handig in. Maar het is ook een device wat afstand schept tussen jou en de ander. En als je iets nodig hebt om jezelf te ontwikkelen, is het nabijheid van die ander. Want je leert pas echt iets over jezelf als je je kunt schuren aan wat de ander voor optiek heeft. Eigenlijk heb je het zelfs nodig om echt te luisteren naar de ander en daardoor ook je eigen bril helderder te hebben waarmee je nu echt kijkt naar de ander en naar de wereld. Dat ontdek je pas bij jezelf als je schuurt daarmee in een veilige omgeving met de ander. In de nabijheid van de ander noemen we dat. En in die nabijheid word je meer bewust van de bril waarmee jij kijkt. En belangrijker, word je je bewust van de diepe waarden die in je zitten. Wie jij echt wil zijn, het is een keus. Bista noemt dat ook subjectificatie. Je wilt een persoon zijn in deze wereld en met deze wereld, maar jij maakt de keus wie je echt wil zijn. En die keus, je ziet het mij al benadrukken, zit diep in jou, in je wortels, in je diepste kern wie je echt bent. Dat zijn je kernwaarden, noem ik dat. En in je kernwaarden herken je wat voor jou echt de keuzes zijn voor het goede. Hoe jij het leven wil leiden, wat het best bij jou past, bij jouw talenten past, bij wie jij echt in de kern bent en wilt zijn. Het is een keuze, in alles keer op keer opnieuw. Maar een goede keuze maken lukt bijna niet in je eentje. En zeker niet als zoveel dingen waarmee je kunt ontspannen en op een vrolijke, gezellige manier ook kunt schuren aan elkaar, niet doorgaan. Als je merkt dat dat sociale contact vervalt, dan wordt het heel eenzaam. En dat is wat we nu bij veel jonge mensen zien. Depressie, eenzaamheid, het leven eigenlijk niet meer leuk vinden, niet weten wat die kernwaarden zijn en er ook niet op bevraagd worden. Want met je ouders of mensen die je al vanaf je geboorte kennen, heb je andere soort gesprekken.
En die willen je vrijlaten om jouw keuzes te maken. Maar dat lukt niet in je eentje. Dus het is echt een hele pittige tijd, juist voor jonge mensen nu. Dus wat ik iedereen aanraad die ermee te maken heeft, of als je de kans krijgt om jonge mensen te ontmoeten, vraag gewoon echt maar even, hoe gaat het? En niet van, oh, gaat het goed en houd je een beetje vol? Nee, echt oprecht als de ander. Zoek naar het unieke in die persoon, want dat is wat ieder mens nodig heeft, hoe oud of jong je ook bent. Gewoon aanwezig zijn, even echt met al je aandacht. En reken maar, als jij je opent, dat ook jij ontzettend veel leert van wat je dan te horen krijgt. Over jouw eigen visie op de wereld, over jouw eigen perspectief en jouw kernwaarden. Ik wens ons allen zulke prachtige ontmoetingen toe. En iedereen, jong en oud, heel veel sterkte in deze bijzondere tijd. En ik hoop dat wij elkaar weer treffen.